Als je op deze video terechtgekomen bent omdat je een DIY-kit hebt gekocht, dan ga ik jou dadelijk de verdere uitleg geven die je normaal gezien ook in de fiches vindt. Als je gewoon op deze video uitkomt omdat je iets anders aan het doen bent en je hebt info nodig over het afwerken van een riem, dan ben je hier natuurlijk ook aan het juiste adres. Wij zijn een lijn aan het maken met twee touwen, een 4-strand, en we gaan nu beginnen aan de afwerking. Dus, je ziet dat ik hier twee klemmetjes op heb gezet, zodat ik weet wat de voorkant bij mij was. Ik ga eentje losmaken. Ik heb een kort stukje natuurlijk, omdat ik deze gebruikt heb voor de video te maken. Maar jij gaat natuurlijk een langer stuk hebben en dit is dan het handvat. Je ziet, we zijn dus begonnen aan de musketon en we eindigen in het handvat. Ik gebruik hiervoor een haaknaald. Een paracordnaald is ook zeer makkelijk daarvoor. Dus dat is puur eigen keuze. Ik doe het met een haaknaald, omdat de mensen die een DIY-kit hebben gekocht, meestal geen paracordnaald in huis hebben. Hoe gaan we dat nu doen? We gaan proberen om de touwen echt gewoon hun eigen kleur te laten volgen. Dus, zoals je ziet, hier komt het rode uit. En je kan zien dat hier het rood schuin naar onder loopt telkens. En we gaan dat gewoon laten volgen. Dus ik steek mijn haaknaald hierin. En ik ga dat rode touw daar eens doorhalen en dan ga je zien wat ik bedoel. Op deze manier. Dus wat doet hij nu? Die volgt puur zijn eigen kleur. Met deze doe ik exact hetzelfde, met die daaronder. Zo. Lusje maken. Haaknaald erdoor. Het touw erdoor trekken. Hiervoor is het dus belangrijk dat je ongeveer een 50 centimeter overhoudt. Om achteraf ook nog een diamantknoop of twee te kunnen maken. Ik zou zelfs meer dan 50 overhouden, gewoon voor mijn gemak. Deze zitten vast. Dan, de andere klem kan eraf. Gaan we de groene doen. Dus de groene gaan we ook gewoon zichzelf laten volgen. Hier zie je groen en hier zie je groen. Dus dat gaan we gewoon doen. Hè? Dus... ik ga mijn naald hier doorsteken. Het groene trekken we mee. Zo, die zit al. Nu de andere groene nog. Eens kijken. Zoals je ziet is het een beetje zoeken, maar dat is niet erg. Deze gaan we hier door laten komen. Neem hiervoor jouw tijd. Hè? Deze afwerking is immens belangrijk. Wij hangen hier levende wezens aan. Alsjeblieft, zeker tijd in, zodat dat goed veilig zit. Dat die hondjes niet voor een auto invliegen omdat ze losraken, omdat de riem kapot springt. Dat willen we niet. Hè? Dit is even belangrijk als een veilige musketon gebruiken. Zo. Bij mij ziet het er nu zo uit. Wat doen we dan? We kunnen nog één keer verder doorsteken, zodat het zeker vast zit. Hoe doen we dat? We laten het gewoon volgen. Dus dit rode touw, dat komt nu hieruit. Dus die gaan we gewoon hierover laten gaan. Zo, dit groene touw loopt hier door. Kijk, dus die komt hieruit, dus die kan die groene volgen. Zo. Deze rode volgt die rode. Sorry als ik uit beeld ga, maar het is even trekken hier. Je snapt ondertussen wel wat de bedoeling is, hè? Dus pruts ondertussen al wat verder samen met mij. Ja, ik heb hem. Zo.
Deze zit er nu nog maar één keer door, maar dat is niet erg. Nu zitten die allemaal mooi op dezelfde hoogte en de andere zijn allemaal doorgestoken 2 keer. Dus dat is voldoende. Zo, dit is het terugsteken. In het volgende stukje ga ik laten zien hoe we de diamantknoop bevestigen.